Welkom allemaal bij deze Engelenboodschap voor donderdag 15 december 2022. Dit is weer een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. We gaan kijken welke boodschappen eruit mogen komen voor donderdag 15 december. En we gaan beginnen met de Sacred Traveler. Probeer het dus niet passend te maken als het niet passend is. Universum, graag een heldere, duidelijke boodschap voor donderdag 15 december 2022. Wat mogen wij als eerste boodschap ontvangen? Wat is de eerste boodschap die wij mogen ontvangen? Voor donderdag 15 december. Donderdag 15 december. En het zijn er twee volgens mij. Ja, we gaan kijken. Nou, we hebben twee kaarten die er onlangs ook apart van elkaar zijn uitgekomen. Ascending the Mountain. Keep going forward. Dus inderdaad, die berg beklimmen. Blijf vooruit gaan. Je bent op de juiste weg. En dit is een boodschap van inderdaad, alle obstakels die er nog eventueel op je pad komen, die kun je overkomen. Dus het is een positieve kaart. Blijf vooral vooruit gaan. Kan zijn dat je ergens aan het werken bent, aan een bepaald doel. Iets wat je wil bereiken inderdaad. En dit is ja, een positief antwoord daarop. Dan hebben we Distant Thunder. Ja, bliksem, donderslag. Maar op afstand. En de boodschap is clear the air. Dus de lucht opklaren. Kan zijn dat er op je pad, waar je op dit moment, wat je op dit moment aan het bewandelen bent, nog wat onduidelijkheid is. En het is belangrijk om inderdaad de lucht te klaren of duidelijkheid te krijgen in een bepaalde situatie. Het kan ook te maken hebben met een misverstand, een conflict wat je hebt met iemand. En wat donderdag of in de komende periode inderdaad uitgesproken gaat worden. Universum, welke boodschap mogen wij van de engelen ontvangen voor donderdag 15 december? Dat is de boodschap van de engelen. Welke engel heeft een boodschap voor ons? En dat is de engel Shanti. Even kijken waar ik mijn kaartjes terugleg. Zo. Volgende kaart. Engel Shanti heeft een boodschap. Ik ben de engel van vrede. Ik zorg ervoor dat je innerlijke rust hebt en dat de weg voor je open ligt. Innerlijke rust en de weg ligt voor je open. En dan gaat het natuurlijk over die bergen, die heuvels die we hier zien. De engel Shanti zorgt ervoor dat je inderdaad vooruit kan gaan op de weg die je ingeslagen bent. We gaan de aartsengelenkaarten schudden. Voor donderdag 15 december nogmaals, universum. Wat is de boodschap van de aartsengelen? Voor donderdag 15 december. Life review. Dus terugkijken op je leven. Dit is de kaart. Aartsengel Jeremiah. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Dus kijk terug op je leven inderdaad. En los datgene op of heel datgene wat niet in balans is. Wat veranderd moet worden. Dus probeer inderdaad verandering aan te brengen. En meer balans te creëren. En neem inderdaad ervaringen uit het verleden mee als zijnde iets positiefs. Want van elke ervaring, goede fout, kun je natuurlijk leren. En dit kun je meenemen naar de toekomst. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen en ik ga de engelen antwoordenkaarten voor jullie schudden. Dus herhaal je vraag voor jezelf in gedachten of hardop. En we gaan vragen, wat is het antwoord op de vraag, engelen? Wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Welk antwoord mogen wij ontvangen? Wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag? En het antwoord is: meditatie geeft de oplossing.
Dus het antwoord ligt in jezelf. Het antwoord komt van binnenuit. En het kan zijn door meditatie, een mindfulness oefening of gewoon simpelweg je rust nemen. Dus we zetten hem hier erbij. Ik ga kijken wat er onder op het dek. Hebben we weer de kaart succes. En deze ligt wel vaker onder op het dek. Succes ligt in het verschiet. Ik ga de Grand Luxe Tarot schudden. Voor donderdag 15 december. Universum. Ik krijg een heldere, duidelijke boodschap. Voor donderdag 15 december. 3 kaarten alsjeblieft. Wat mogen we ontvangen? Voor donderdag 15 december. Dank u wel. Schildknaap van Pentakels, aardeenergie, stiermaagd, steenbok. Wat mogen wij nog meer ontvangen? Donderdag 15 december. Wat is de boodschap voor donderdag 15 december? Wat mogen we verwachten? Wat is de energie die tevoorschijn mag komen? Pentakels 3. Ja, en deze kaarten, we hadden gisteren, geloof ik, de schildknaap van Kelk, als ik het me goed herinner. En ook de Pentakels 3 is er gisteren uitgekomen. We hebben hier wederom Pentakels 3. Ook weer aarde-energie. En nog meer aarde-energie met de Pentakels 5. Onder op het dek. Kelken 8. Water-energie. Schorpioen, kreeft, vissen. Het kan zijn dat je bezig bent met nieuwe mogelijkheden aan het bekijken om inderdaad te werken aan je financiën met die pentakels 5. Het kan een energie zijn van het te weinig hebben, het gevoel hebben er mist iets. Of je voelt je buitengesloten, je voelt je achtergelaten, eenzaam. Maar dit kan ook negatief denken zijn, focussen op datgene wat je niet hebt in plaats van datgene wat je wel hebt. En het kan zijn dat je inderdaad in de afgelopen periode er financieel niet zo goed voor hebt gestaan. En je bent daar nu aan het werken. Voor sommigen van jullie kan het zijn dat er een kans binnenkomt, een aanbod binnenkomt. Iemand komt binnen. Het kan een aardeteken zijn, zoals ik zei, stiermaag steenbok. Die met jou samen wil werken hieraan. Maar de algemene energie, de kelken 8, is inderdaad de rug toekeren naar een bepaalde situatie. Emotionele beslissing maken omdat je weet dat het nu het moment is om verandering aan te brengen in je situatie. Je zit in een situatie die je niet brengt wat je wil, die niet vervullend is met de kelken 8. Dus je wandelt inderdaad van die kelken 8 richting de zon, richting de kelken 9. Richting emotionele balans, richting je geluk en wellicht richting betere financiën. Waarom ligt hier de kelken 8? De kelken 8. Dank u wel. Sorry, ik ben nog steeds. Heb ik last van een hoest. Kelken 8. Nog een kaart voor de kelken 8 alsjeblieft. Kelken 8. De keizerin, hele mooie kaart. De kaart, de koningin, de keizerin, waarin alle vier de koninginnen samenkomen. En dit spreekt van succes, zakelijk succes, financiële vooruitgang, financiële groei. En dit is ook een hele liefdevolle kaart. Deze kaart is gekoppeld aan de planeet Venus, wat staat voor liefdesrelaties en inderdaad financiële zaken. Dit is iemand die haar succes bereikt heeft. Iemand die zelfverzekerd is, iemand die dingen koestert en op die manier laat groeien. Dit spreekt van uitbreiding. Dit spreekt ook van een nieuw begin. Een nieuw zakelijk idee of de geboorte van een kind. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben inderdaad met de geboorte van een kind. Heb je een kinderwens? En het kan zijn in een bepaalde relatie. En het kan zijn dat je persoon dat niet heeft en dat je die situatie gaat verlaten. Je wil wellicht gezinsuitbreiding.
En daar wil je tijd en energie in stoppen. Je wil iemand die ja, inderdaad dezelfde doelen heeft als jij hebt met die pentakels 3. En kijk, dit kan voor een kleine groep resoneren. Natuurlijk niet voor iedereen. Als je niet meer in de leeftijd zit om kinderen te krijgen, kan het te maken hebben inderdaad met een liefdesrelatie in het algemeen. Of het kan te maken hebben inderdaad met een zakelijk plan. In ieder geval, je hebt nagedacht over die keuze met de staven 2. Het is een grote verandering die je gaat maken, maar je voelt het is nu de tijd om stappen te zetten, om ja, actie te ondernemen en om een bepaalde situatie te verlaten. Wil je inderdaad verder gaan en daar komen waar je wil zijn? En het is belangrijk om inderdaad helder te zijn naar je partner toe, naar degene die betrokken is in deze situatie. Ja. Kijk, en deze kaart komt eruit. Staven 9. Ja, dit is de gewonde strijder. Iemand die vermoeid is door een bepaalde situatie. Blijft vasthouden. Is blijven vasthouden aan een bepaalde situatie. Maar nu denken jullie er inderdaad over na om de situatie te verlaten. Dit is de algemene energie. Een situatie verlaten. En richting je geluk, richting uitbreiding. Wellicht gezinsuitbreiding. Wandelen. Omdat je inderdaad niet verder komt. Ja. En ik blijf schudden en de kaarten komen eruit. Pentakels 10. Dit is de ultieme stabiliteit. Je ziet een gezin, een familie op de kaart afgebeeld. Huisje, boompje, beestje. Zekerheid, stabiliteit en ook financieel. Overvloed, rijkdom met pentakels 10. Het kan te maken hebben met werk. Je gaat een bepaalde werksituatie verlaten om iets anders te gaan doen. Iets wat je meer stabiliteit, meer financiën brengt. En het kan te maken hebben met een samenwerking. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? Jullie zijn aan het werken inderdaad aan een bepaald talent of kwaliteiten die je hebt om deze te verbeteren. Wellicht volg je een cursus, een studie, waarin je inderdaad met andere mensen samen de opleiding volgt of de cursus volgt. Schildknaap van pentakels wordt verklaard door de zwaarden 10. Einde van een pijnlijke situatie en een nieuw begin. En de schildknapen staan ook voor een nieuw begin. En dit is een nieuw begin, iets wat stabiliteit brengt met die pentakels. Iets wat te maken kan hebben inderdaad met geld, werk, carrière. Maar zeker ook met stabiele relaties. En je komt dus uit een situatie waar er sprake is geweest van teleurstelling. Waar je door een diep dal bent gegaan. En voor de een kan het heftiger zijn geweest als voor de ander. Maar de zware 10, het staat echt wel voor iemand die ja, een grote teleurstelling, pijn, verdriet heeft ervaren in een situatie. En met een 10, een einde en een nieuw begin. Er is weer licht aan de horizon. En ja, je omarmt inderdaad kansen die binnenkomen om een nieuw begin te starten. We hebben daarnaast de hoge priesteres. Dit is iemand die haar intuïtie volgt. Iemand die heel erg intuïtief is. En we hadden hier de kaart. De antwoorden komen van binnen. Dus je voelt heel goed aan wat goed voor je is. Je bent misschien wat teruggetrokken op dit moment. Je houdt je emoties binnen. De keizerin is vooral gefocust op wat zij van binnenuit voelt en doorkrijgt. Het kan ook zijn dat je iets wil gaan doen op het spirituele vlak met de hoge priesteres. Een nieuwe start maken, een carrière switch wellicht. Omdat je vorige baan ja, je niet gelukkig maakte en misschien ook niet voldoende financiële middelen bood. Waarom ligt hier de pentakels 3? Oh. Aas van zwaarden. Een inzicht krijgen. En ik heb het gevoel dat dit van binnen uitkomt met de kaarten die we hier hebben liggen. En we hebben de staven 3. We hebben de staven 2. Nadenken over een verandering die je wil maken in je leven. Een bepaalde situatie verlaten. Een compleet andere richting opgaan. Je opties inderdaad nadenken over de opties die je hebt. En dan hebben we die staven 3. Wachten tot je schepen binnenkomen en plannen maken voor de lange termijn. Dit kan ook te maken hebben met werk in het buitenland.
een vertrek. Je hebt misschien het gevoel inderdaad, of inderdaad het idee met die aas van zwaarden om een nieuwe start te maken in het buitenland. En dat kan te maken hebben met een bedrijf waar je voor gaat werken, een teamwork. Waar ligt hier de aas van zwaarden? De staven 3 staat ook inderdaad voor succes. En die hadden we net onder op het dek liggen bij de engelen antwoorden. Succes door een wijze planning te hebben gehad. Dus er kan plotseling een doorbraak komen in een bepaalde situatie. En dit heeft te maken met inderdaad jouw harde werk met die pentakels 3. Het kan zijn dat er iemand je een aanbod doet met die schildknaap van pentakels. Omdat zij inderdaad zien dat je inderdaad hard werkt, veel tijd, energie ergens in stopt. En dat je goed bent in datgene wat je doet met de pentakels 3. Dit kan staan inderdaad voor erkenning krijgen. Erkenning krijgen voor je talent, voor je goede werk. Waar ligt hier de aas van zwaarden? Dus er kan een aanbod komen. Donderdag 15 december of inderdaad in de komende periode. Aas van zwaarden wordt verklaard door de staven 5. Kan staan voor conflict, maar ik heb het gevoel dat het hier staat voor competitie. Je had misschien het gevoel dat de competitie, de concurrentie te groot is. En dat je het misschien allemaal niet aan kan. En daarom ben je bezig met jezelf aan het ontwikkelen. En je staat weer positief ten opzichte van de toekomst met de staven 3. Een soort van bewustwording van ik ben goed in datgene wat ik doe. Meer zelfverzekerdheid krijgen. Je wil je hart beschermen met de pentakels 4. En dit kan ook weer te maken hebben met inderdaad, en ik zeg heel vaak inderdaad, en een van de kijkers heeft me erop gewezen dat het nogal irritant kan zijn. Dus ik probeer het wat minder te zeggen, maar het komt er gewoon uit. Ik kan het niet tegenhouden, sorry. Pentakels 4. Beschermen van je hart. Beschermen van jezelf voor eventuele teleurstelling, heb ik het gevoel. Maar ook inderdaad beschermen van je stabiliteit. Nadenken over waar geef ik mijn geld aan uit op dit moment. Je hebt ook een innerlijk conflict misschien als het gaat om je financiële zaken. Je wil die stabiliteit behouden. En je bent misschien bang om er financieel op achteruit te gaan. Maar er komt dus nu iets binnen waardoor je op andere gedachten komt. Waardoor je positief staat ten opzichte van de verandering die gaat komen. En het kan te maken hebben met een boodschap, een aanbod voor een nieuwe start. Waarom ligt hier de pentakels 5? Ik heb niet zozeer het gevoel dat dit een reading is die te maken heeft met liefde. Maar het kan natuurlijk wel als het op die manier resoneert met je. En het kan zeker, want we hebben hier de aas van kelken, de kelkenaas. Maar dit kan met een liefdesrelatie te maken hebben, een nieuwe start. Maar dit kan ook te maken hebben met je geluk, met je emotionele balans. Iets waar je blij van wordt. Iets waarin je je hart volgt met de hoge priesteres. Ben ik op de goede weg, is je vraag wellicht. En ja, je bent op de goede weg. Je bent op de weg naar succes en financiële stabiliteit en groei en uitbreiding. Pentakels 5. Schildknaap van kelken. Ja, er komt een aanbod op jullie pad. Dus donderdag of inderdaad in de komende periode. En het is misschien in een andere vorm als dat je zelf gedacht had. Dus met die pentakels 5, je kunt je inderdaad focussen op de negatieve kanten of waar het mis zou kunnen gaan. Kijk, onder op het dek hebben we namelijk de kelken 4. En dit is inderdaad kijken naar die kelken 3, wat hier staat. En deze kelk niet zien.
Omdat deze kelk in een andere vorm komt als dat je je voorgesteld had. Met die staven 2, je hebt erover nagedacht. Wat zijn mijn opties? Waar wil ik naartoe? Heel belangrijk daarbij zijn de financiën, heb ik het gevoel, met de keizerin en de pentakels 10. In eerste instantie kun je het gevoel hebben dat je misschien te weinig betaald gaat krijgen. Als het gaat om een nieuwe baan, een nieuwe carrière. Maar dit is iets wat je wel heel gelukkig maakt. Waar je je emotioneel heel erg toe aangetrokken voelt. Dus belangrijk is inderdaad, volg die intuïtie. En je hoeft niet bang te zijn om te gaan falen. Want je zit op de juiste weg. En je hebt de skills, je hebt het talent. Wauw. En onder op het dek zie ik hier de wereldkaart. Een gelukkig einde, een nieuwe reis starten. Zoals ik zei, voor sommigen zal dit in het buitenland zijn. Met deze kaarten, de wereldkaart en de zegenwagen. Actie ondernemen. Een snelle verandering. Dus je zult misschien een snelle beslissing moeten maken. Maar uiteindelijk zie ik hier de staven 4 en de kelken 10. Een stabiele basis. Kelken 10. Iets wat je gelukkig maakt. Een wensvervulling met de staven 4. Dus dit is wat ik voor jullie heb. En je bent na aan het denken om weg te lopen van een situatie. Inderdaad, als je al heel lang bent blijven vasthouden en het is niet langer vervullend, het past niet meer op je pad als het ware, dan ja, neem het risico. En als je niet geprobeerd hebt, dan zul je ook niet weten hoe het zal eindigen. En ja, we hebben hier heel veel kaarten van succes en uitbreiding en financiële stabiliteit liggen. Iets wat je gelukkig maakt. Dus volg je hart vooral. En resoneer dat, dan geef me een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden en het nog niet gedaan hebben. En ik wens iedereen een hele mooie dag toe en alvast een hele mooie week en tot de volgende keer. Dag!